welkom in de vlog van Rampjaren Hoelas. En vandaag zijn mijn moeder en ik even bij de Oriental. We zijn even boodschappen komen doen, hè, mams? Ja. Even sommige dingen weer inslaan, wat bij ons op is. Mijn moeder en ik gaan dus binnenkort sautersoep klaarmaken. Dus vandaar dat wij even de ingrediënten zijn komen kopen. Mams, wat heb je nou in je handen? Is dat viskuit? Ja. Oh, dat zijn dus van viseieren. Ja. Eeuw. Dat blijkt super lekker te zijn. Dat is delicatessen. Vind je bijna niet, hè? Nee, maar kijk. Dus vandaag heb je geluk gehad. Viskuit. Dat kost, even kijken of dat kost. 4,75. Oh, 4,75. Ik lust dat niet. Ziet er zo vies uit. Viseieren, gadverdamme. Wil er niet aan denken om dat te eten. Papa vond het ook heel lekker. Gadverdamme, zeg. Nou, niet gadverdamme, zeg. Heb je ook nog zouten ketchup nodig, hè, mams? Ja. Ja, heb je de goede gepakt? Ja. Ja, oké, okay, dat is goed. En dan gaan we even de citroengras en alles ook zoeken. Even kijken waar ze liggen. Welke saus is dat? Oh, dit is gekruide ketchup met peper. Dat is voor vlees. Ja, om je vlees mee te marineren. Ja. Het is nog steeds ijskoud, lieve mensen. Word je scheidziek van? Godverdamme, zeg. Ik kan er echt niet tegen. Ik heb liever dat het lente is, hoor. Toch, mams? Ja. Ik kan niet tegen. Maar kijk, ze hebben pichelsaus. Je weet toch pichel met pindasaus en groenten. Ja. Oh, lekker. Hier heb je ook satésaus, gado-gado saus. Zo, hier heb je echt van alles. Ja, lekker, hoor. Bij de tokens. Ja. Pinda. Wij hebben hier maar één grote toko hier in Den Bosch. Dat is echt jammer. Die pindasambal van Suriname. Die papa altijd kocht vroeger. Denk van wel, hè. Maar hier zit terrasie in, dus deze mag ik niet eten. Daar zit garnalen in, hè. Nee, sommige niet. We moeten die vegetarische nemen als je het gaat nemen. Maar jij staat zeker te popelen om die viseieren te maken, hè. Ja. Ja, dat is jouw lievelingseten. Ik vind het 10 keer niks. Ik vind het er eng uitzien. Hoe maak je dit dan met curry? In masala. Oh. Heet, peper. Lekker tita tita. Ja. Oh, dan ga je lekker smullen. Alles erop en eraan. Ja. Op zijn Hindustan maken. Ja, ik vind het niks, hoor. Het ziet er heel smerig uit. Het is wel lekker. Ja, klopt. Lekker. Ik ben op zoek naar een hot spicy fried rice van het merk Bulldog, maar kan het niet vinden. Ik zag het op TikTok. Die is even heet als die spicy noodles. Maar ik kan het niet vinden, dat vind ik echt heel jammer. Want dat was een leuke vlog, hè, mama? Die spicy fried rice proeven. Ja, wat is dit? Kijken. Spicy mi goreng. Oh, dit is een spicy noodle. Van Bon Chili. Nee, dat is hem niet. Gewoon echt fried rice. Misschien kunnen we andere noodles proberen, mams. Want hier heb je zoveel keus. Maar ik denk dat je die fried rice alleen maar... in China kan vinden. Niet hier. Of ik moet het bestellen. Dus de Oriental heeft dat niet. Jammer. Maar kijk dan. Hier hebben ze die hete saus van die noodles. Kijk, die rode is 2 keer heet. En die zwart is 1 keer spicy. Wil je hem kopen? Het is wel heel pittig, hè? Maar die noodles zijn wel echt heel lekker. Ik leef me hier echt uit. Ik vind het zo leuk om hier te wandelen. Ook een pakje kakastong halen, want dat vind ik super lekker. Gedroogde pruimen zijn dat. Ik ben benieuwd hoe ze smaken. Vroeger vond ik ze heel lekker. Ik ga even kijken waar mijn moeder is. Want ik ben haar hier even kwijtgeraakt. Mama leeft zich hier helemaal uit. In de Oriental, hè. In de toko. Moet je kijken, hier heb je een kei grote aroi. Jeetje. Dit is ook zwaar, maar ik kan hem niet eens tillen. Zo, hij is echt zo'n plantje. Zo'n aloe vera plant. Ziet er wel heel mooi uit, hè. Het schijnt heel goed te zijn voor je huid en voor je haren. En dat heb ik net nodig. Ja, ik weet niet. Ik weet niet wat voor plant het is. Dadelijk gaat hij dood of zo. Ja, ik weet het niet. Ja, hij is een tropische plant. Die vind je niet hier. Mams, heb je salie nodig, want je salie is laag. Snap je? Nee, op TikTok is er een challenge. Dus dan gaan ze dingen allemaal pakken. En dan gaan ze wat zeggen. Salieblad. Ja, je hebt salieblad. Ja, dat is een...
Ja, het is blijkbaar een blad of zo. Ik weet niet voor wat je het gebruikt. Thee om te maken. Ja. Ik weet het niet. Ik heb nooit gebruikt. Salieblad. Apart. Nou, heb je spullen kunnen vinden, mams? Je hebt dus citroengras nodig. Laos, wat nog meer? Ja, misschien kan je nog pepers pakken. Madame Jeannette of zo. Heb je kantjoer nodig, mams? Ik heb echte peper, die grote uit. Ja, klopt. Ik heb ze laatst gezocht. Kijk, ze hebben hier ook een bananenblad. Zo tof. Bananenblad. Ja, wat is dit? Ik weet niet wat dat is. Maar hebben ze geen kusbanti en zo? En arooi en soproppen? Oh, anturwa hebben we ze hier. Oker. Kijken. Oh, ze verkopen ook zo'n hele. Hoeveel kost die? €2,40. Dat is een goeie. Dan kan je stukjes snijden en kan ik het smeren op mijn gezicht en op mijn haren. Nou, we kunnen het nemen, toch? Maak je een gezichtmaskertje van. Je moet dit heel dun snijden. Snijden, ja. Nou jongens, mama heeft de fried rice gevonden. De spicy fried rice. Oh, wat een lawaai op de achtergrond. Ik ben echt benieuwd hoe dit gaat smaken. Het schijnt heel lekker te zijn, dus dit hoef je alleen maar op te warmen in de pan. Te verhitten. Ziet er wel lekker uit. Dus maar dit is wel heel pittig, hè? En je hebt hier ook nog, even kijken, spicy dumplings. Yeah. Chicken. Oh, lekker. Gyoza. Wat we in Parijs hadden gegeten. Yeah. Ja, die zijn ook heel lekker. Maar voor die kinderen zijn niks, toch? Die nee, die en Ranu houden niet van dit. Dat kan niet, maar we pakken wel deze. Ja, daar zit al 2 verpakkingen in, maar. Dus je kan gewoon 1 verpakking halen. Check je ook even de datum. De achterkant, want ja, hij is goed tot de 5e maand. Goeie, dan nemen we dat. Jongens, wij zijn net weer thuis aangekomen en ik ga jullie even laten zien wat we allemaal hebben gehaald. We hebben niet zoveel dingen gehaald, maar toch wel een beetje. We gaan beginnen met de gember. Mama en ik hebben 3 stukjes gember gehaald. En we hebben hier ook nog, hoe noem je dit? Even kijken, dit is citroengras. Ja. Voor de sauto. Hebben we ook gehaald. En we hebben hier ook nog Laos. 3 pakken Laos. En we hebben ook nog black soy. Dit is dus gezouten ketchup. We hebben ook nog een cadeautje erbij gekregen. 2 konijntjes. Ik zal het even openmaken en laten zien. Het ziet er heel cute uit. Kijk hoe schattig. Een Chinese knuffel. Dat is echt leuk. Dus Diana, nu hebben we er 1. En we hebben ook nog, ja, dit is echt eigenlijk mijn favoriet. Ik ben echt benieuwd hoe dit smaakt. Hot fried rice. De chicken variant. Dus ja, ik heb op TikTok gezien dat dit soort dingen viral gaan. Dus ik dacht van, dan probeer ik dit ook een keertje uit met mijn moeder. Dat zal ik ook gaan vloggen binnenkort. We hebben ook nog gyoza gehaald. Die haar lievelingssnack. Super lekker. Dit kan je dus frituren. Je kan het stomen hoe je wilt. We hebben ook nog gulab jamun gehaald. Die zijn al gemaakt. Ook lekker. Kijken of dit lekker smaakt. Mijn moeder kan het dus super lekker klaarmaken. Maar we hadden vandaag geen zin om dat klaar te maken. Vandaar dat wij het hebben gehaald. Mama heeft ook nog een pakje met laurierbladen. Kijk hoeveel hierin zitten. En ik heb hier ook nog, even kijken, hoe noem je dit ook alweer? Kakaston. Super lekker. Ik ga het weer na een tijdje proeven, dus ja, ben benieuwd hoe dit smaakt. Mama heeft ook nog bami en nasi kruiden. 3-4 pakken gehaald. We hebben ook nog vegeta kruiden, pimentballetjes, zalmblad. Mama heeft ook nog viseieren. Viskuit. Ja, viskuit met eieren. Is ook heel lekker, maar ik lust het zelf niet. En even kijken of ik wat heb overgeslagen. Oh, mama heeft ook nog heel veel peper gehaald. Een hele zak vol met peper. Met rode peper en gele peper, Madame Jeannette. En we hebben ook nog de Sauto Vermicelli. Een pakje daarvan. Kijken of ik iets ben vergeten. Nee, dit is dus de schade van Oriental. Dus dit hebben we allemaal gehaald.
En ik hoop dat jullie de vlog leuk vonden. En ja, bij deze ga ik de vlog afsluiten. Dus ik wens jullie heel veel geluk, liefde en gezondheid. Heel veel money, heel veel paisa, heel veel dinero. Lobby, lobby, lobby. Rampiare de deskundige in de town. Chaka doelulu, like en abonneer. Doei doei.